Ik ben medium Anita en ik heb sinds 7 jaar een praktijk in Enschede. Ik werk door middel van psychometrie. Dat houdt in foto's lezen en contact maken met overledenen. Misschien herkent u deze dame nog wel van Man bijt hond. 4 weken lang zagen we haar deze winter elke dag voorbij komen als gewoon Anita. Ik heb besloten om mee te doen aan Man bijt hond. In verband met dat ik wou laten zien. En dat is ook heel erg mijn motto, paranormaal is heel normaal. Anita was ooit een doodnormale secretaresse. Totdat ze 7 jaar geleden iemand ontmoet die haar leert kaarten leggen. Alles wat ze zegt blijkt te kloppen. En na het zien van een geest weet ze het zeker. Ze bezit een bijzonder talent. Ik dacht echt van, wat moet ik hier in godsnaam mee? Toen ben ik bij een man, via een vriendin, bij een man in Enschede geweest. En toen wist ik nog niet dat ik paranormaal was. Want ik snapte er helemaal niks van wat dat was. En die was magnetiseur en die heeft me een stuk op weg geholpen. En toen had ik ook na 2 weken nog zoiets, ja, ik ben er wel heel makkelijk daarin. Van, God, het is nu eenmaal zo, ik ben paranormaal begaafd en het is niet anders. Anita accepteert haar paranormale gaven en besluit er iets mee te doen. Puzzel je nog? Heb je dat gedaan vroeger? Want het houdt wel je gedachten heel erg scherp. Ze geeft readings en organiseert 6 keer per jaar een grote show. Wat is er met die school van hem? Ja, ik ga naar andere school. Is veel beter, want ik krijg elke keer die school. Als je dan ziet hoe blij als je sommige mensen maakt dat je een boodschap door kunt geven van iemand die, waar ze heel veel van gehouden hebben, een hele dierbare, dat is toch hartstikke mooi. Weet je wat ik bij haar heel erg krijg? Net als ze altijd maar wegliep voor haar eigen ik. En dat er mensen zijn die haar niet geloven, daar zit Anita niet mee. Ik ben ook heel makkelijk. Als jij mij niet gelooft, ja, dan geloof je maar niet in mij. Ik heb daar geen moeite meer. Ik vind het veel belangrijk als dat ik iemand helpen kan die een goed gevoel heeft. Nadat ze een sessie bij mij aan gaat, dan dat ik mij moet bewijzen. Ik zei tegen jullie, ga maar naar huis. Maar jullie hebben mij ook thuis gebracht. Maar Anita heeft door de uitzendingen van Man bijt hond wel veel kritiek over zich heen gekregen. Ontzettend mooie een appelboom achter thuis. Het is net of ik daar altijd van alles mee deed. Weet je, ze gaan je gelijk afmaken op van nou, dat ik loens, dat ik dus niet recht kijk met mijn oog. Dat ik dus te dik ben, ik weet niet hoeveel commentaren van dikke trouw en ik weet het allemaal niet. En daar had ik in het begin wel heel veel moeite mee, maar achteraf dacht ik van, ja, laat maar mooi zitten. Die kijken dus niet naar wie werkelijk Anita is. Want wie is Anita? Nou, gewoon Anita, met een opmerkelijk talent. Ik vind het geen talent, ik vind het eigenlijk, het is gewoon een onderdeel van mij.